Hey, welkom bij Frizz Level Up. Ik ga jullie een nieuwe phrase aanleren, of tenminste voor de meeste van jullie is die nieuw. Hij heet de chair en hij ziet er zo uit. Als je deze nou kan, kan je het eerste deel skippen, want dan heb ik een entrance en een nieuwe uitdaging voor jullie. Kan je hem nog niet, dan kan ik hem nu gaan uitleggen. De chair is eigenlijk een freeze waarbij je staat op je elleboog. Dus je hand is daar op de grond en je elleboog is in je rug. Dus ik ga op mijn hurken zitten. Mijn hand is op de grond, maar mijn hand is ingedraaid. Dat doe ik, want als die ingedraaid is, kan ik hem buigen. En dan buig ik mijn elleboog naar mijn billen toe. Zet ik hem net boven mijn billen, in mijn onderrug. Hoofd op de grond, kan mijn voet op mijn andere voet. En het is belangrijk dat als je linkerhand op de grond staat, je linkervoet boven is. Staat je rechterhand op de grond, gaat je rechtervoet boven. Die hand kan eenzijdig of achter. Als je dit een lastige manier voelt om erin te komen, kan je het ook altijd doen vanuit een bruggetje. Je begint in een bruggetje. Je hoofd komt op de grond. Elleboog in je zij. Voet bovenop. Als je de chair kan, dan wil ik je uitdagen om een floor spin naar chair te doen. Je begint in de floor spin met één voet voor. Ik heb daar mijn linkerhand in mijn zij, dus dan begin je met rechts voor. Heb je daar rechts in de zij, dan begint links voor. Je voet is voor en maakt een floor spin, een halve. En die halve floor spin zet je handen op 3 of op 9 uur. Vanaf hier draai je door. Gaat je elleboog in zij en je voeten wisselen om. Als je snel doet, ziet er zo uit. Dat is de chair. Stel nou dat je dit nog steeds te makkelijk vindt, dan wil ik je uitdagen om je eigen entrance of exit in de chair te bedenken. Dus je eigen manier om erin of eruit te gaan. Stuur hem op, zet hem in een filmpje, laat ons zien hoe die eruit ziet. Ik ben benieuwd wat jullie ermee kunnen. Succes!